Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Bewustwording rond compliance in financiële dienstverlening blijft cruciaal. En Suriname heeft na positieve beoordeling CFATF nog huiswerk. Het op gang brengen van de bewustwording rond compliance blijft volgens Winston Wilson cruciaal. Wilson is de senior partner van de TAPTO Groep die zich inspant om financiële en niet-financiële dienstverleners bewust te maken van internationale wet en regelgeving in de financiële wereld. De organisatie is volgens Wilson al vroeg betrokken geweest op dit gebied. De senior partner van de TAPTO Groep reageert onder meer op de positieve beoordeling van Suriname door de CFATF. Kijkt u mee. Het is inderdaad een heel heugen feit dat we niet geblekt zijn geworden als Suriname. Ik wil sowieso alle Surinamers daarmee feliciteren. Want heel veel mensen hebben echt keihard gewerkt om dit te realiseren. Zowel in de publieke en in de private sector. Als TAPTO-groep vanuit onze expertise op het gebied van compliance zijn we al vroeg betrokken geraakt met de bewustwording op gang helpen brengen. Bedrijven helpen om hun zaak op orde te brengen om uiteindelijk aan deze compliance wet en regelgeving te voldoen. Want zoals u al zei, het is heel belangrijk geweest voor Suriname. We liepen het risico om geblacklist te worden. En als we geblacklist werden, werden we uitgesloten van het internationaal betalingsverkeer. En dan kan je ook niks meer importeren. Alles wordt duurder, de koers gaat omhoog, schaarste, ga zomaar door. Dus het was voor iedereen, burgers, banken, bedrijven, de overheid, belangrijk dat dat niet gebeurde. En dat is nu gerealiseerd. De Caribbean Financial Action Task Force heeft die uitspraak gedaan, maar waarbij we er ook nog niet zijn. Mei volgend jaar, mei 2024, staat ons weer een belangrijke beoordeling te wachten. En heel veel van het werk om positief door die beoordeling te gaan, moet tussen nu en maart volgend jaar gerealiseerd worden. Dus wij zijn ook al verder met een stukje implementatie, want daar gaat het uiteindelijk om, van al die stappen die daarvoor genomen zijn, om uiteindelijk naar een goede implementatie te gaan bij die bedrijven. En daarvoor organiseren we 9 december, dus die bootcamp. Maar de weg ernaartoe is vrij lang geweest. We hebben het eerste Nationale Compliance Congres georganiseerd. Het thema was toen bewustwording. Het was een hele bewogen periode. We spraken over de COVID-periode met lockdowns, maar ook grenzen die dicht waren. Dus onze partners van Delta Capita uit Nederland konden ook niet afreizen bijvoorbeeld. Maar we hebben ook masterclasses verzorgd. En gelukkig hebben we Zoom tegenwoordig. Dus heel veel van die masterclasses konden ook online plaatsvinden. Kijkend naar het volgende Compliance Congres, dat ging over readiness. En het derde Compliance Congres ging over good governance. Want dat is uiteindelijk de doelstelling van compliance, dat er sprake wordt van good governance, goed bestuur. En de heer Eckhorst heeft het ook aangegeven in de media. Deze NRA vereisten van de Financial Action Task Force, die waren ook vereisten die in het IMF-plan opgenomen zijn. En je ziet dat daar bepaalde verbeteringen zich plaatsvinden. De koers stabiliseert, de koers gaat een beetje omlaag. Maar vooral de macro-economische stabiliteit ontstaat. Omdat er ook heel veel is veranderd op bestuursniveau. Ik ben zelf bestuurskundige, dus ik bekijk het ook vanuit die optiek. Op nationaal bestuursniveau. Maar ook het hele wetgevingskader in Suriname is aangepast. En eigenlijk is alles geupgrade naar de internationale standaarden. Want uiteindelijk hebben al die wetten en regels impact op de banken, zoals u aangeeft, op de financiële dienstverlening. En daar zal elke burger en elk bedrijf mee te maken krijgen. En daar zien we op dit moment die veranderingen plaatsvinden. En hebben dus ook in die tussentijd gezorgd dat we goede afspraken hebben gemaakt met Delta Capita uit Nederland. Die zijn in Europa de grootste op dit gebied, de nummer 1 risk advisory company.
met pak een beet 1400 medewerkers in dienst, verspreid over meerdere landen. Maar deze groep komt ook uit Nederland, dus dat schakelt ook veel makkelijker, ook met de opleidingen voor de mensen hier, maar ook de betrokkenheid die ze hebben bij de Surinaamse samenleving, zeg maar. Suriname heeft na de positieve beoordeling door de Caribbean Financial Action Task Force nog steeds huiswerk. Zo stelt meester Roy Bainat Pandey, voorzitter van de Project Implementation Unit van het Anti-Money Laundering Programma. Meester Bainat Pandey zegt dat Suriname een tijdswindow van november 2022 naar november 2025 heeft gekregen om alle tekortkomingen te adresseren. Wat niet volledig is afgewikkeld gaat over in het jaarplan 2023-2025 met het accent op 2025. De PIU-voorzitter zegt het volgende. Suriname heeft om alle tekortkomingen te adresseren en dus weg te werken een tijdswindow van november 2022 naar november 2025. Wat nu is afgewikkeld en niet volledig is afgewikkeld, gaat over in het jaarplan 2023 naar 2025 met het accent op 2024. En daarin zijn er drie belangrijke initiatieven. 1. Het verder versterken van onze wet en regelgeving voor zowel de financiële dienstenwereld, maar ook de niet-financiële dienstenwereld, de casino's, de Raad Internationale Sancties en het belastingsysteem. 2. Het versterken van instituten belast met rechtshandhaving en toezicht. Dat zijn met name onze Financial Intelligence Unit, de politie, met name het financieel rechercheteam van de politie, het Openbaar Ministerie voor hun vervolgingscapaciteit ter zake van het bestrijden van money laundering en terrorismefinanciering, maar ook de zittende magistratuur, zodat er bij de rechters goed beeld ontstaat over de stand van onze wetgeving, de toepasselijkheid van de wetgeving en met name ook de internationale kaders die zijn door Suriname zijn betrokken in het kader van het formuleren van wetgeving en de wijze waarop wetgeving dient te worden toegepast door middel van rechtspraak. Kortom, een verkenning van rechters van wat er is, middels hun brengen van die informatie wordt als even belangrijk geacht. Als je de keten van rechtshandhaving wil versterken, moet je elke ketenactor adresseren. Dat is FIO, politie, Openbaar Ministerie en rechters. Dat is de eerste lijn. Tweede lijn is dat we ook het toezicht op de naleving van wetten willen versterken. Dat is toezicht op de financiële wetten. Dat komt van de Centrale Bank, de niet-financiële dienstverlening FIO, de gaming is de Gaming Board, de resoluties van de Veiligheidsraad is voor de Raad Internationale Sancties. Dus dat is keten van toezicht. En dan hebben we nog daarnaast het versterken van de belastingen, het regime op de belastingen en met name dat wij als land de stap moeten durven zetten. De politiek heeft het al geroepen, dus vanuit het beleid is de wens al geuit om het te doen. En de minister van Financiën, minister Achaibersing en de huidige minister Agubarsing hebben het traject ingezet om voor Suriname te creëren wat onder andere in Nederland wordt genoemd de Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst, de FIOD. En wij hebben nu gecreëerd conceptwetgeving en alles wat erbij hoort om een soortgelijke dienst in Suriname van de grond te tillen die wij in het concept hebben genoemd de financiële fraude dienst. U mag fraude gemakshalve ook vervangen met fiscale, omdat het een dienst zal worden die heel nadrukkelijk fiscale criminaliteit gaat aanpakken met twee uitkomsten. Als je de overtreder van fiscale delicten administratief rechtelijk kan afwikkelen, dan is het
een aangelegenheid van de belastingen, directe of indirecte belastingen, zou het niet lukken of kunnen om het fiscaal rechtelijk, administratief rechtelijk af te wikkelen, dan moet je uiteindelijk de weg opgaan van het strafrecht en dan kom je terecht bij het Openbaar Ministerie die dan mag overwegen en beoordelen als de case rijp is, ready is voor het dagvaarden voor behandeling bij de zittingsrechter. Dat is een mond vol, maar dit zijn acties die zijn opgezet om te komen tot het helpen dichten van de meest belangrijke hiaten in ons systeem. Met het doel om ons financieel systeem gezond en integer te houden, zodat banken in Suriname en andere financiële instellingen zoals pensioenwezen, kredietverstrekkers, geldovermakingskantoren, cambio's, dat die goed en integer kunnen functioneren en daardoor ons financieel-economisch systeem niet in gevaar brengen en wij daardoor ook geen kritische, negatieve beoordeling krijgen van instituten zoals het IMF, de IDB en andere financierders, maar ook in bilaterale relaties. Als er een financierder staat voor de deur bij onze regering om te zeggen ik wil investeren in bijvoorbeeld de goudsector, dat die altijd vooraf zal weten, maar wat is de stand van zaken met betrekking tot de naleving van bepaalde wettelijke regelingen, waaronder de bestrijding van witwassen, de bestrijding van corruptie. En ons werk is mede om geconstateerde hiaten te helpen adresseren. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht. Goedenavond.